Dames en heren, jongens en meiden, een hele goede morgen. Terwijl er net een vliegtuig over gaat, we zijn naast meer. We zijn op randje Amstelveen. We gaan officieel afscheid nemen van de BMW M4. Die staat hier momenteel bij ShiftUp. Die staat inmiddels online. Maar wij gaan onze nieuwe auto ophalen. Wij gaan onze winterbolide, onze projectauto ophalen. We gaan snel naar Centraal. Mark gaat mee, Eve gaat mee, Emma gaat mee, Steven gaat mee. Het was super gezellig. En ja, dus de M4. Helaas. Hey Mark, laat jij je klok ook eens even zien, want die hebt ook zo'n mooie plastic... Ja, tuurlijk! Hey, ja. Lekker. Iedereen was ermee eens op social media. Lekker licht joh, heerlijk! Lekker man, ik ben zo blij en ik vind het zo vet die moonswatch dingen. Niet te duur, knappe klok. Lekker man! Alright, we zijn aangekomen. Ben je er klaar voor? Ik wel, ben je er klaar voor? Nee, jij hebt iets geregeld. Nee. Ik zag het gisteravond al aan jouw hoofd. En jou vertrouw ik ook niet. Dus als hij straks los is, dan word ik echt linken. Wat? Ik denk eigenlijk, ik heb gewoon een knappe auto die niet meteen gerapt is. Is toch mooi? Dus hij straks weer los. Je gelijk op. Ja. Anyway, we zijn dus bij Centraal Exclusive aangekomen met taxiservice Mark. Ze hebben dus gezegd, ik zou als ik jou was meteen filmen als ze binnenkomen, dus dat gaan we ook doen. Maar ik weet niet wat ik moet verwachten, we moeten nog heel even op Emma en Stefan wachten. Dus eerst koffie en dan gaan we zien wat het is geworden. Serieus? Kijk, er staat weer een hoop moois jongens. Dit blijf ik ook echt zo'n vette wagen vinden. De 6-cilinder, niet de 8-cilinder. De 8-cilinder is echt mega zwaar voorin. Maar deze worden nu ook gewoon leuk betaalbaar. 49 in de BTW. Dus dat scheelt ook nog even een bakje. Sportstoelen erin, rode gordels. Ja, dit is ook wel dik hoor. Maar dan uiteraard jongens, dit is een auto die moet er echt ooit nog komen. Dit vind ik zo waanzinnig. Een C63 Black Series met de vleugel. De Pop Sister stoelen erin van Recaro. Ja. Dit vind ik wel echt waanzinnig. Dit vind ik echt zo verblijf vet. Jij zat in Brabant, hè? Zo, 3 uur rijden. Ik weet niet eens waar ik zit nu. 7 uit mijn nest gegaan. Nou ja, kijk, als je daar ook kijkt, richting dat gamma kijken. Daar val je ook van aardbol af. Ja, dat is zeker waar. Nee. Ja, dus aardkleur. Ah, dit vind ik wel heel vet. Dat op zijn minst. Ja. Maar gewoon, straks gaat alles weer kapot, hè? Ik heb alles weer. Ik zou alleen, scheur alleen het raam open en de deur, want dan kan je gewoon zo blijven. Ja, dan kan ik straks zo'n PPF. Ja. Ja, lekker. Zoiets. Ja, lekker. Ja. Zit je goed? Ik zit top. Ja, hè? Ja. Lekker. Hoor eens even. Lekker man. Ding is echt zo snel. Dat heeft me echt oprecht doen verbazen. Hier, viersnelling. Nee, zoals jullie dus net natuurlijk hebben gezien, we hebben de Golf R opgehaald. Super vet, super blij mee. En uiteraard even getest op de autobaan. Maar, we zijn dus een paar dagen in Düsseldorf. En dan is er één ding wat we moeten bezoeken, één ding wat we moeten bekijken. En dat is de Classic Remise. Ik vind het toch jammer, Eve, dat ik dit niet voor kerst heb gehad. Dit is zo dik, hoor. Zo de knetters, hè? Dit is gewoon precies de specificatie zoals ik hem zou willen. Dit is toch top? Jij vindt het saai, hè? Een touring. Nou, ik vind het een hele mooie auto, maar niet in deze kleur. Jawel. Deze wielen, de striping. Ja, maar dik. Deze kleur. Groen. Groen. Oké. Okay. Van deze plaats, dus dat ik oprecht zoveel auto's zie die ik nog nooit eerder heb gezien. Maar er staat ook een auto, dat is een hele speciale auto voor mij, want dat is namelijk de AMG GTR. Dat is de allereerste auto die ik ooit heb meegereden op het circuit. Jawel, deze auto staat hier te koop. Ik ga hem zo meteen laten zien. Maar daarmee heb ik mijn allereerste rondje over het circuit van Zandvoort gedaan.
dit is toch vrij dik, hè? Er staat hier zoveel speciaals. Weet je wat dit ongeveer kost, Eve? Heb je hier een idee van? Nou, het staat afgekeerd. Dus ik denk dat het heel duur is. Ja, dit is echt onbetaalbaar. Als dit een origineel is, want je hebt heel veel replica's van een Cobra, dan kost dit denk 2, 3 miljoen. Ja, is er mee te rijden in Nederland? Zeker niet. Nee. Maar dit is denk ik wel mijn favoriet. We zijn het pas net, maar dit vind ik wel echt super dik. Jongen, is het. Een hele oude Le Mans auto, als ik het goed zeg. Maar moet je eens even kijken hoe dit ding eruit ziet. Je zit gewoon in het midden van die auto. Giga vleugel. Ja, dit is toch dik? Eigenlijk wat ik had verwacht toen we hier naartoe zouden gaan, is dat we een kaartje moesten kopen. Maar je kan hier dus gewoon naartoe komen. We zijn open van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. En je hebt gewoon geen kaartje nodig. Allemaal bijzondere auto's. Super groot. En ook restauratiedingen. Dus ja, best wel indrukwekkend. En dit is toch nog eentje, die staat ook heel erg op het lijstje. 488 Challenge Evo auto. Dit zou ik echt wel een keer willen ervaren op het screen. Dus gewoon... Trachtse controle, niet te spectaculair, ondanks dat het voor veel mensen waarschijnlijk heel spectaculair is. Maar geloof me, als een raceauto gewoon trachtse controle heeft, komt het best wel heel erg goed. Hier, deze staat gewoon op Intus. Nothing on the hand. Ja, 2023 kerst, hè? Ja, goed kerst, heb je al een beetje ideetjes opgedaan wat je al gegeven? Nou ja, dit is wel cool. En dat hoeft niet eens voor hetzelfde hebben, hè? Gewoon een keertje rijden op het screenscreen. We zaten er even snel wat te drinken, maar wat ik hier ook zie, wauw. Kijk eens even jongens, dit is me toch een partij van een Pagani Huayra. Ik kan hem nog steeds normaal uitspreken. Hele bijzondere samenstelling, ik zou hem niet ineens de kleur samenstellen, maar dit is echt wel mega ziek. Daar nog een Zagato Shooting Brake, SLS. Nog een bijzonder spul, we staan nog even 3S en aan de achterkant nog een Carrera GT. Mooi. Kijk, terwijl we naast natuurlijk mijn meest bizarre autoervaring ooit lopen, de Ford GT, is dit dus de auto waar ik het net over had, jongens. Een AMG GTR, licht erop. En dit is denk ik de bekendste AMG GTR van wellicht de wereld. Gumball gedaan, rallies voor het goede doel, alles gedaan, alles gereden, 800 pk ruim. Is dit de auto waar ik mijn allereerste rondje heb mogen meerijden op het circuit van Zandvoort? Holy shit, dit is mijn partij ziek. Ik snap heel goed waarom dit een soort van achterslot en grendel staat. En Ferrari F40 LM. Holy shit. En daarachter staat nog een speciale in het Azzurro Dino. Mijn hemel, dit is wel echt super dik. De race variant van de F40, even aan de zijkant. Hier, dit zijn dus van die dingen dat je denkt, ja, dat heb ik nooit gezien. En dan staat hij gewoon zonder doekje eromheen. Ja hoor, jongens, dat is super gaaf. Super leuk om dit een keertje te zien. En natuurlijk in deze video mijn nieuwe winterdelen. Laat in de reacties weten wat jullie ervan vonden. Wat jullie van de video vonden. Wat jullie van de auto vonden. En wat jullie eventueel zouden aanpassen. Ik ben heel erg benieuwd. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. En dan zien we jullie heel erg snel. Wasselen.